allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Voor als je nieuw bent, welkom, ik ben Leanne en op dit kanaal maak ik video's over paarden. En in deze video ga ik weer even mijn irritaties met jullie delen. Ik heb al 1 keer eerder een video gemaakt over irritaties in de bak. En ook 1 keer met Kim een video over struggles en irritaties tijdens een buitenrit. En in deze video ga ik jullie mijn irritaties op de manege delen. Ik sta namelijk al 6 jaar bijna op een manege. En er zijn toch wel wat dingetjes die ik behoorlijk irritant vind. Dit zijn dingen die ik persoonlijk heel erg irritant vind. En het hoeft natuurlijk niet op elke manege te zijn. Het is ook niet altijd elke dag op mijn manege het geval. Laat ik zeker aan het einde van deze video achter in de reacties wat jouw grootste irritatie op de manege is. Als je natuurlijk op manege rijdt. Ja, ik had gewoon even zin om mijn irritaties met jullie te delen. Dus let's get started. Als eerste een irritatie die best wel vaak voorkomt bij mij. Namelijk mensen die de rieken en de scheppen voor het uitmesten niet terugleggen. We hebben zeg maar één plek waar je alle rieken en scheppen en bezems neer moet leggen. En als je wil uitmesten kun je dus daar gewoon een riek of een schep vandaan halen. Maar er zijn er dus mensen die zetten de riek of de schep naast hun stal neer. En vervolgens laten ze die daar gewoon staan. En dan moet je maar zelf de hele stal door gaan zoeken. Op zoek naar een schep of een riek. Omdat die mensen goed te lui zijn om terug te lopen naar die verzamelplek. En die verzamelplek is echt super dicht bij alle stallen. Dus ik snap niet wat mensen nou moeilijk doen. Maar ja, dat vind ik dus als eerste super irritant. Als tweede, mensen die hun paard te laat uit de paddock halen. En ik zal jullie vertellen, ik heb dit misschien een paar keer gedaan in de 6 jaar dat ik nu op deze stal sta. En heb ik ook duidelijk te horen gekregen dat het niet de bedoeling was. Dus dat doe ik tegenwoordig ook niet meer. Maar er zijn genoeg mensen die gewoon eigenlijk constant hun paard te laten kou halen. En wij hebben een bepaalde lijst. En die kun je dan gewoon invullen. En dan mag je paard voor een bepaalde tijd los. En als die tijd voorbij is, dan mag gewoon de volgende. En omdat de paarden bij ons allemaal buiten willen. En we hebben echt 60 paarden op stal staan. Ja, wil iedereen gewoon op tijd de paddock in. En het ergste is nog dat die mensen gewoon niet begrijpen dat het zo irritant is. En weet je, ik vind het echt niet erg om even te wachten tot jij je paard eruit hebt gehaald. Maar mijn paard kan vervolgens minder lang los. Omdat jouw paard zo nodig langer in de kraal moet blijven staan. Dus ik vind gewoon dat mensen die de kraal gebruiken gewoon hun paard op tijd moeten uithalen. Het gaat mij echt niet om 2 minuten. Maar wel om 8 à 10 minuten, weet je wel. Nog een struggle die waarschijnlijk heel erg herkenbaar is voor mensen die ook op grote manege's rijden. De bakken zijn namelijk altijd bijna bezet. Dit heb ik vooral omdat ik natuurlijk vastzit aan schooltijden. En ik ben vaak rond 4-3 uur uit. En dan ga ik meestal rond 1 uur 6-7 rijden. En dat zijn natuurlijk precies de tijden dat iedereen eigenlijk wil rijden. Want iedereen moet naar school en iedereen moet werken. Dus op die tijden is het echt super druk in de bak. En ik kan me echt de laatste keer dat ik alleen heb gereden in een binnenbak echt niet meer herinneren. Gewoon zo lang is het geleden. En dat vind ik soms best wel vervelend. En natuurlijk is het best wel goed om te oefenen. Als je bijvoorbeeld vaak op wedstrijd gaat, dan is dat super druk. Dus het is best wel eens goed om te oefenen met meerdere mensen in de bak. Maar om altijd, elke dag, met heel veel andere mensen in de bak te rijden. En dan heb ik het over aantallen als 4, 5, 6 en soms wel eens 7 mensen bij elkaar. Die door elkaar rijden, andere kanten op, zijgangen, galop, draf, stap, door elkaar. Dat met 7 mensen in een 20-40 bak is gewoon echt heel erg moeilijk. Dus dat vind ik af en toe ook best wel heel erg irritant aan een grote manege. Dan iets wat ik ook echt super irritant vind op de manege. En dit gebeurt misschien ook wel eens op pensionstallen en zo. Maar ja, ik sta op de manege, dus ik heb er last van op de manege. Maar mensen die de bakdeur open laten staan. Dan komen ze binnen of gaan ze weg. En dan laten ze vervolgens de bakdeur open staan. Like, wat dacht je? Ik bedoel, ik vind dat best wel raar. Als je gewoon met meerdere mensen aan het rijden bent. Je loopt vervolgens de bak uit. En je doet gewoon de bakdeur niet dicht. Want of ik moet dus het heel uur met een open deur rijden. Of ik moet zelf weer stoppen met rijden, afstappen en de deur dicht doen. Omdat jij geen zin had om hem dicht te doen. Dan iets waar ik vroeger heel veel struggles mee had. Namelijk de FNRS wedstrijden. Er zijn bij ons op de manege zijn er zeg maar KNRS wedstrijden. Dus voor de, voor de privépaarden en ponies. Dan heb je nog FNRS paarden. Dat is dus de FNRS wedstrijden voor de paarden. En je hebt ook nog die voor ponies. En daar reed ik vroeger altijd in mee. Tenminste, dat wilde ik. En altijd als je je aanmeldde voor die wedstrijd. Moest je echt in het eerste uur moest je aanmelden of de wedstrijd was vol. Want iedereen wilde daar aan meedoen van de ponykindjes. En ik was gewoon echt bijna altijd te laat. Want dan moest mijn moeder bijvoorbeeld werken op een dag dat de inschrijving was. En dan kon mijn moeder pas 's avonds aanmelden. En dan was zeg maar de mail van je kan je vanaf nu inschrijven was bijvoorbeeld om 12 uur 's middags aangekomen. En dan vervolgens om
7 uur 's avonds was de wedstrijd gewoon al vol. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik heel weinig proefjes heb gereden vroeger, omdat het gewoon altijd vol zat. Dan nog een hele grote struggle, namelijk mensen die opstappen met een krukje in de bak en vervolgens het krukje midden in de bak laten staan. Ik snap dat je wil opstappen met een krukje, dat doe ik ook heel vaak. Maar ga dan gewoon met het krukje in de hoek staan, stap daarop en rij vanaf daar weg. Maar er zijn heel veel mensen die gaan naar de hoek toe, pakken het krukje. Vervolgens gaan ze midden in de bak staan, op de AC-lijn bijvoorbeeld. Stappen ze op en rijden ze gewoon een heel uur met het krukje midden in de bak. Ik vind dat gewoon irritant als ik de hele tijd moet opletten dat ik niet tegen het krukje aanrij. En Abby is af en toe nog wel eens dat ik er echt bijna niet kan besturen. Dus dat is best nog wel eens moeilijk als er zo'n krukje midden in de bak staat. En ik vind het gewoon irritant en ja, ik weet niet. Ik snap niet hoe mensen daar gewoon zomaar omheen kunnen rijden. En dan de laatste die best wel logisch is, namelijk het is gewoon altijd druk op manege. En dat kun je natuurlijk als positief zien, maar het is gewoon af en toe ook wel eens heel erg irritant. Er zijn gewoon veel mensen, dus de bakken zijn vaak bezet. Er zijn ook veel paarden die los willen, dus de paddocks zijn heel vaak ook bezet. Ja, gewoon op stal is het vaak druk. Nou ja, dat waren een aantal van mijn struggles die ik wel eens meemaak op de manege. Ik vond het wel leuk om ze met jullie te delen. En laat eens in de reacties jouw struggles van de manege achter. Ik ben er heel erg benieuwd naar. En misschien staan er ook nog wel struggles in die anderen ook herkennen. Dus laat het achter. Vergeet ook niet op abonneren te klikken op de rode knop hier. En vergeet ook niet op het belletje te drukken als je een melding wil. Wanneer ik een nieuwe video upload. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!